samen maken, samen een podium creëren om het te hebben over een bepaald vraagstuk, dat vind ik heel erg belangrijk. Want we leven al genoeg in onze eigen bubbel en onze eigen mening. En wanneer horen we die ander nou werkelijk? Ik ben Dominique Hiemelsbach, een sociaal kunstenaar. Ik maak monumenten voor ongeschreven geschiedenissen. Ik doe ludieke campagnes. Misschien ken je mijn portretten van ongedocumenteerde vluchtelingen die wild worden geplakt door heel Europa. Om op een poëtische wijze deze mensen in het dagelijks bewustzijn van onze stedelingen te brengen. Stel je voor dat we standing stones maken. In de vorm van het geraamte van een schip. Deze pilaren die kunnen van gravures voorzien worden. En dat zijn gravures van welke fabrieken in Breda zijn te linken aan slavernij. Quatta, het logo van Quatta. Het kunnen de hoeveelheden mensen zijn. Hoe kunnen we dat geraamte laden met betekenissen? Laden met verhalen van de betrokkenen. Slavernij is zoiets groot en ik wil me niet limiteren door mijn eigen verbeeldingsvermogen en mijn eigen lek aan kennis. Ik wou alle betrokkenen spreken. Gemeente, HSB, herdenking afschaffing slavernij Breda. Wat voor beelden hebben mensen zelf al in hun hoofd? Een van de symbolen die veel terugkwam was water. Het waren schepen. Het beeld moest gebruikt kunnen worden voor onderwijs. 1 vierkante meter heeft zoveel grasprieten. Zie je op hoeveel vierkante meter dit monument staat. Misschien dat het monument een soort van levende PowerPoint zou kunnen zijn. Welk verhaal wil HSB vertellen? En hoe kunnen we dat naar de symbolen vertalen binnen dit geraamte? Samen dat maken is heel erg belangrijk. Dat mensen echt een verbinding krijgen met zo'n monument. En verbinding krijgen met zo'n plek. Eén gesprek dat me bijstaat was, we willen niet stilstaan bij de pijn of de onderdrukking. We willen dankbaarheid tonen. Dankbaarheid aan onze voorouders voor de taaiheid van hun. Want zonder die bovenmenselijke taaiheid was ik er niet. Welke symbolen willen we aan onze kinderen doorgeven? Willen we ze herinneren aan de ketenen? Of willen we ze herinneren aan de wortels waar we vandaan komen? In die zin is dit ook, dit geraamte is ook een rituele plek om te dromen, om stil te staan en om voorouders een plek in ons leven te geven.